Goedemorgen iedereen, welkom terug bij een nieuwe video. Vandaag gaan we hier twee rijen van 6 monteren. Zonnepanelen van 315 watt piek. Hier gaan we ook een rij van 6 zonnepanelen monteren op het platte dak. Ook weer voorzien APS micro-omvormers. Aangesloten op een 3-fase groep, dat is 16 ampère. De kabel gaan we ook naar de meterkast leggen. Dit keer gaan we even in de kruipruimte. Dus dat wordt nog spannend. Een mooie dakbeschot. Plaatsen we dit systeem. Deze stormhaak principe. Klik dit. Een paar lijntjes uitgezet. Zo gaan we verder. Je kiest eigenlijk altijd een beginlijn uit. Zodat je een rails vastklikt. Die hou je ook aan naar boven toe. En zodat je in één lijn alle rails begint. De rails vast te klikken, maak je met twee handen. Klikbeweging met je pols. En dan zit het vast. Altijd even het kechje eronder steken, anders kan de pan breken. Hopla hopla, er zitten al een paar rails op. Nou, we zullen verder bouwen. Zo, deze micro-omvormers gaan we monteren. Die hebben als voordeel ze eerder opstarten en langer doorgaan. Maximale controle per paneel. Netjes in de app af te lezen. En geen omvormer binnen. Alleen een AC'tje uit te lezen. Even de omvormertjes voorbereiden. Hier komt straks de kabel doorvoeren. Er is een paar opgelegd. De omvormers vast. Dat heb ik altijd nog een extra schroefje erin, zodat hij niet naar beneden kan kletsen in de toekomst. En zo gaan we weer verder. Aarde aangebracht, nog steeds even op de kabel aan het wachten. De rest alles al uiteindelijk geweest, wasdoos voorbereid. Dus vanaf daar moeten we nog even een kabel naar het platte dak leggen. En dan gaan we weer verder. Weer verder. Even pauze af natuurlijk. Hier heb ik ook al een beetje gereed gezet. Zo, lekker aan het schroeven. We zijn aan de onderste rij begonnen. Ik zie ook dat de afwerking mooi is. Kijk, alles netjes getijden. Hier moeten we nog een beetje tijden. Omvormers schroeven we vast. En met het zonnepaneel. Wespen, daar houden we niet van. Straks stenen laaien. En dan kunnen we gaan afwerken.
dit was het weer voor vandaag. Hier hebben we een klein beetje schaduw voor me in de loop van de dag. Beetje op dit plekje. Maar daar is het parallele systeem weer ideaal voor. Hier het platte dak. Weer een BVX blokje gebruikt. Altijd leuk. Dan wou ik jullie nog een klein geitje uitleggen over parallel geschakeld versus serieel. Zo, hier hebben we een stringom voor me van de SMA. 1.5. Dan zie je dat het MPP bereik 160 tot 500 volt is. Dus deze omvormen zou geschikt zijn voor dit rijtje van 6 panelen. Maar daar zitten ze eigenlijk allemaal doorgerust. Snap je? Sowieso een open klemspanning van 40 volt per paneel. Die komen we hier op de plus en min binnen. Ja, stel dat er ooit een slechte connector zit of iets, heb je heel snel kans op brand. Landbogen. Dan heb je wel NV's als alternatief. Solar Edge bedoel ik, daar zitten de optimizers onder. Dan heb je bij uitschakelen een lage spanning, maar je zit nog steeds met een serieschakeling tussen de optimizers. Deze moet altijd binnen geplaatst worden, kan buiten, maar het is aanbevolen om die binnen te plaatsen. Dan ben je eigenlijk altijd afhankelijk van een vast aansluitpunt. Maar FMA is een hele goede. Dat is wel een A-klasse omvorming. Mocht je dan vol op het zuiden zitten, zonder schaduw zoals je hier ziet, kan je best de stringomvormen gebruiken. En die gaat zeker weten lang mee. Kost een stuk duurder als bijvoorbeeld een grow-out. Maar gaat ook gewoon veel langer mee. Nou, dat was het weer voor vandaag. Duimpje omhoog. Abonneer. Zet het notificatiebelletje aan. Elke week weer een nieuwe video. Toedels!